President Chandrika Prasad Santokhi heeft in zijn nieuwjaarsboodschap een ieder opgeroepen samen te werken om Suriname verder tot ontwikkeling te brengen. Het staatshoofd gaf aan dat Suriname de kracht heeft om dit land, de Surinamers dan, om dit land op te bouwen. Maar dat kan alleen als wij samen een nieuwe start maken ter realisatie van de nationale doelen. Laten we dit nieuwe jaar gebruiken om een nieuw begin te maken. Een begin waar we samen onze toekomst gaan plannen. Als land hebben we alle burgers nodig. We moeten samen onze krachten bundelen. We gaan samenwerken aan een goede gezondheidszorg, goede veiligheid en samen ook ervoor zorgen dat ons onderwijs staat voor kwaliteit. En we gaan tevens ervoor zorgen dat iedereen perspectieven heeft op een baan waarmee een leven kan opbouwen. We kunnen dit. Ik heb er alle geloof in. President Santokhi vindt dat de bevolking haar eigen kracht niet moet onderschatten. We zijn een sterk volk. We hebben veel doorstaan. We kunnen dit ook doorstaan, doelend op de huidige economische situatie. Het staatshoofd zei ook dat we een positief denkbeeld moeten hebben over onze toekomst, waarbij wij allemaal één zijn en samen één doel nastreven. Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen. Dat we streven naar een leven dat niet bepaald wordt door angst, maar geleid wordt door hoop en trots. Een leven dat geen onderscheid maakt tussen burgers, maar gelijkheid schenkt. Een leven waarin de rijkdom van dit land ten goede komt aan een ieder en niet alleen aan een selecte groep. Want hoewel veel mensen denken dat alleen de regering verantwoordelijk is voor het creëren van omstandigheden, zeg ik u vandaag, het is een samenspel. Een samenspel van overheid, burgers, maatschappelijke en zakelijk leven. Het staatshoofd gaf verder aan dat het aan de gemeenschap ligt om te beslissen of deze tijd besteed wordt aan focussen op wat ons scheidt of juist focussen op wat ons bindt. Wij bepalen daarvoor waarvoor wij ons inzetten en doen wat nodig is. Alleen zo zullen we een gemeenschappelijke basis vinden met een focus op de toekomst die we voor onszelf en voor ons kinderen willen. Aldus president Santokhi in zijn eerste nieuwjaarsboodschap.